Een hele goede middag, Feitpas.nl. We zijn hier met niemand minder dan Chris Baia. Volg me een tijdje. En geloof me, 1,5 vuurwerk, harde punches. Chris, morgen. Petje. Wat gaan we doen? Nee, dat halen, man. Oh! Op jou heb ik mijn geld gezet, kan ik je nu al zeggen. En ik win bijna altijd. Dus ik ga er gewoon vanuit dat we gewoon... We gaan gewoon verdubbelen, man, bro. Hey, toch? Ik bedoel, jullie gaan in de wedstrijd verdienen. Ik moet daar buiten verdienen, hey, toch? Dus, wat moeten we anders doen? Bro, hoe ga je het aanpakken? Tenminste, ik weet dat je niet alles kan vertellen. Wat is je kenmerk? Wat zijn volgens jou je sterke punten? Compleet, man. Trappen, knieën, stoten en druk zetten, man. En vorm leggen, man. Wat is de meest gekke partij die je hebt gehad? Ik denk, vorige keer je laatste partij? Ja, tegen Massaro. Dat was wel een beetje gek. Beetje raar, hè? Ja, dat was heel raar. In de derde ronde zag ik pas een beetje dat jullie dachten, oké, fuck. Meer wakker nu, ben. Nu, het moet nu of... Eerst was een beetje aftasten, omdat je goed met elkaar bent, denk ik. Ja, je kent elkaar ook echt door en door, dus we sparren zo vaak met elkaar. Dus het is niet heel makkelijk om zomaar aan te vallen, dat, zonder dat je weet toch? Want je weet van, ja, als hij dit gaat doen of van, maar dat mijn voorraad gaat dit doen. Dus je kent elkaar zo goed. En een heleboel mensen denken van, we gingen elkaar inhouden. We gingen er gewoon echt voor. Ja, toch, aftasten. En derde ronde had ik meer het gevoel van dat jullie dachten, oké, nu moet ik maar risico's nemen, want het lag een beetje. Half, half. En op het eind, hoe ging dat toen jullie klaar waren? Mooi lachen, met elkaar praten, grapjes maken. Voor heel veel mensen was dat niet te bevatten, denk ik. Kijk, vechters onderling, weten dat het kan gebeuren, je zit in een toernooi, kan gebeuren. Maar voor bijvoorbeeld kennissen, vrienden, familie, wat zeiden ze ervan? Die vonden het gek. We hadden natuurlijk liever niet dat we het deden, maar het was niet anders. Job done, je moet het moet gedaan worden. Ja, man. Kun jij voor morgen een voorspelling geven hoe het zal lopen? Durf je dat te doen? Ik ga de perskop zijn in die partij, dat weet ik wel. Allemaal weer de bully in F5. Dat kan ik wel zeggen. Bad News. Dat is jouw naam. Hoe ben je erop gekomen? Mike heeft me die naam gegeven. Ik had een wedstrijd in Engeland. Eerst had ik Muay Thai vocht. Toen zei hij, voordat ik in de ring liep, van ik heb een toffe bijnaam voor je. Maar die moet je eerst verdienen als je gewonnen dan krijg je hem. Ik ging de ring in, sloeg die jongen de eerste ronde knockout. Ready for bad news. Morgen hebben wij goed nieuws. En zij bad nieuws. Dat kan ik jullie verzekeren. Volg hem, Chris Baia. Ook op Instagram kun je hem volgen. Topvechten, ook één bij. Oh, maar jullie zijn wel met veel, man. Ja, man. Ik heb rare dingen gehoord wat daar op donderdag gebeurt, man. ik heb rare dingen over die donderdag gehoord, man. Wat kun je daarover vertellen? Op donderdag hebben we sparringsdag, hakdag noemen we het. En dan is het gewoon overleven, man. Gebeukt worden of... Weet je toch? Je moet ervoor gaan, man. Het is echt een wedstrijd. Ja, man. We gaan een keer langskomen. Ik voel nu al die spanning gewoon. Nee, toch? We gaan daar ook een keer langskomen. Sowieso gaan we, als het goed is, volgende week komen we ook langs. Want ik neem aan, kijk, jij gaat winnen. Lucy gaat winnen, wordt niks horen. Hé, toch? Wordt niks horen. Zeker. En dan komen we volgende week, waarschijnlijk, of die week erop, komen we langs even een episode maken. Ja. Lichten gaan uit, maar wij gaan de lichten weer aanmaken. Feitpas.nl, volg ons. Bang, bang.